Ik zei in het begin, ik zat boven het commentaar te geven. En iedere keer zei ik, goede redding, David Reed, maar het is Reid, hè? Ja, Reed mag Reed. Oh, toch Reed, ja, heb ik toch goed gedaan. Ja, fantastische bot. Ja, dankjewel. Het ging lekker, we waren goed bezig. Het begon een beetje slapjes, maar daarna kwamen we weer bovenop. Tweede periode, vond ik, hield jij je team op de been met een paar goede reddingen. Nou, net die glove save van de powerplay. Ja, dat voelt wel lekker, ja. Als je zo een paar saves achter elkaar kan maken, dan zit je er wel lekker in. Maar ja, je weet ook, playoffs, het is pas 1-0, hè? Ja, daarom. We zijn ook zeker nog niet aan het vieren. Dus we zijn gewoon aan het concentreren op zondag en dan zien we hoe het gaat. Ja, de eerste klap is wel een daalwaard, hè? Ja, zeker. Dat voelt heel goed. Wat mij opviel, en daar ben ik gewoon een goede ijshockeyfan, hè, is als jullie op de penaltykill moeten, dat de voorwaarts heel hoog al druk zetten op Tilburg. Ja, ik denk... Ja. Ik doe niet, ik ben de coach niet, dus ik weet niet of hij dat heeft gezegd. Maar ja, dat is zeker sterk voor ons. Gewoon druk zetten op de tegenstander, zodat zij zo min mogelijk tijd hebben om een goede play te maken. En dan heb je natuurlijk een paar ervaren mannen als Luc Zwartbol en Mick Verschuren, dat scheelt, hè? Ja, zeker. Ja, die heb je ook gewoon nodig om zo te spelen. Ja, die kennen het klappen van de zweet wel, die gasten. Ja, zeker. Nou, succes zondag en nog zo'n prestatie, dan is die cup voor jullie. Nou, ontzettend bedankt. Dank je. Yes.